Hallo, ik ben Rick. Ik ben Thomas. En wij hebben gewonnen met het beste idee van Waalwijk. En wij willen hier speeltuin van Jonker gaan bouwen. Nou, wij vonden eigenlijk dat er in de buurt weinig groen was voor grotere kinderen. Daarom hadden wij het idee om een speeltuin hier op het evenementplein te bouwen. Met z'n tweeën hebben we een werkgroep samengesteld. Daar zijn we nu met 11 mensen ongeveer. En we hebben de kinderen van de basisschool hier in de omgeving speelcellen uit laten zoeken voor speeltuin. En speelsponsors gewerfd. En samen met Van Weijlen hebben we de grond kunnen sponsoren. En toen heeft Raymond van Acacia Robini de speeltuin gemaakt. Nou, hier tussen deze 5 paaltjes, 6 paaltjes, komt het grote speeltuinstel. En, en hier zo komt de schommel. Dat kinderen meer naar buiten komen en meer met elkaar gaan spelen. Ja, en in beweging komen, sociaal gaan doen. En niet alleen maar achter de telefoon zitten en achter de televisie gaan gamen. Gewoon naar buiten toe. VBW is met name bedoeld voor mensen met een klein budget, waarvan een taxi te kostbaar is en die toch ook graag willen blijven deelnemen aan het maatschappelijke leven in Waspik en daarbuiten. Mensen kunnen dus voor een klein bedrag binnen Waspik een boodschappen doen en naar familieleden of wat dan ook. Toen kwam op een gegeven moment het beste idee van Waalwijk. En wij hebben ons plan ingediend en hebben daar een fix bedrag van €7500 voor gekregen. Dus dat was gewoon geweldig. En voldoende geld om in ieder geval een goede start te kunnen maken. Nadat we de prijs hebben toegekend, hebben we een heel goed contact met de gemeente gehad. Zij hebben ons uitgenodigd, ook voor verschillende gesprekken. Wat de samenwerking met de gemeente betreft, alleen maar lof. Het was gewoon fantastisch, heel goed. Complimenten. 8 maart heb ik de eerste rit gereden samen met de burgemeester. En dat hebben we natuurlijk feestelijk gevierd. En sindsdien loopt het goed. We kunnen zeggen van bijna één rit per dag gemiddeld. Dus dat is best goed. Ik denk dat het een succes is en zal blijven. De oproepen heb ik in transitie staan. Ik denk, hey, dat is iets voor mij. Ik stik al van ideeën. 2 ideeën ingestuurd. 1 idee is niet meegenomen. Een ander idee mocht ik komen pitchen op die dag dat de gemeente daar een avond georganiseerd heeft. Voor 20 beste ideeën. Nou ja, ik ben eigenlijk niet zo'n verkoper, maar die pitch die ging helemaal vanzelf. Ik vond het zelf gewoon een heel goed idee. Dus dat ging heel makkelijk. Nou ja, eind van de avond werd mijn naam omgeroepen als zijnde een van de winnaars. Ja, die etalage is letterlijk een etalage voor bedrijven hier in Waalwijk. Er zitten hier 3500 bedrijven, dat is vrij veel. En die zijn natuurlijk niet allemaal even spannend, maar er zitten bedrijven bij die hele bijzondere dingen maken. En op schoenen en leren heb ik een mooi overzicht van wat allemaal nog te zien is en te doen is in die schoenen en leren branche. Dan ga je aan het praten, dan ga je aan het bedenken van wat willen jullie laten zien, hoe laten we het zien. Stukken in de krant, de teksten die erbij komen, de vormgeving, een aantal mensen ingeschakeld die me geholpen hebben. En uiteindelijk is het 20 mei geresulteerd in 19 mei de opening van deze etalage. Ja, een bergwerk. Maar ja, het is ook iets moois. Wij hebben meegedaan aan het beste idee van Waalwijk, omdat wij eigenlijk een nieuwe kant in willen slaan. Wij willen ook andere doelgroepen bedienen. We hebben nu mensen met een beperking, maar er zijn nog veel meer mensen die wij aan een mooie baan willen helpen. En dat willen we enerzijds in Waspik, dus een nieuwe tak opzetten. En anderzijds willen we graag een
concept zoals Samentop ergens in Waalwijk starten. De deelname aan het Best Idee van Waalwijk was eigenlijk heel eenvoudig. Je kon via de site een aanvraag indienen en je idee verder toelichten. En daarna begonnen de spannende weken van wachten. Het Best Idee van Waalwijk, de deelname daaraan, heeft ons wel geholpen om ons netwerk wat verder uit te breiden. Hè. We zijn daardoor in contact gekomen met een aantal mensen. En het geld heeft ons ook geholpen om de start richting die nieuwe doelgroepen te maken en richting zo'n nieuwe vestiging ergens in Waalwijk. We zijn op allerlei plekken gaan kijken, gesprekken gevoerd. We zijn er nog niet. Het geld is ook niet toereikend om het helemaal in één keer allemaal te realiseren, maar het heeft zeker geholpen en het helpt nog steeds om de eerste stappen daarheen te zetten. En daar zijn we nog steeds heel druk mee bezig. Met de 21.000 euro die we gewonnen hebben met het Best Idee van Waalwijk hadden we natuurlijk een heel mooi startbedrag voor onze natuurspeeltuin. We zijn fondsen gaan benaderen, plaatselijke sponsors, allerlei organisaties en inmiddels hebben we 74.000 euro. Dus zijn we een heel eind op weg naar het streefbedrag. En het was ontzettend leuk om te horen dat mijn idee het Best Idee van Waalwijk werd. En daarna eigenlijk heel snel bleek dat Waspik heel enthousiast was. Er werd gelijk eigenlijk een werkgroep gevormd. Veel mensen wilden meewerken, meedoen. En het was ook heel leuk dat we de publieksprijs al wonnen. Veel mensen hadden van tevoren ons idee al geliked. En daaruit bleek ook gelijk dat het idee leeft hier in Waspik. En ook nu is dat nog zo. Ik ben eigenlijk op dit idee gekomen van de natuurspeeltuin, doordat ik vaak met mijn eigen kinderen ga spelen in Sliedrecht bij de Woeste Weide. En daar spelen ze altijd zo heerlijk dat ik dacht van nou, we gaan proberen dat in Waalwijk ook voor elkaar te krijgen. En toen kwam het Best Idee van Waalwijk langs. Denk, nou, daar gaan we aan meedoen. Het is de bedoeling dat hier de natuurspeeltuin gaat komen. Een plaats waarin kinderen heerlijk kunnen gaan spelen met elkaar. Alle kinderen van 2 tot een jaar of 12. Het is de bedoeling hier lekker hutten gaan bouwen, gaan klimmen, gaan klauteren. Verstoppertje spelen. Kliederen met zand en water. Weg van die computer en weg van de tv, waar ze heel veel voor zitten. Maar de frisse buitenlucht in. Het is ook de bedoeling dat deze locatie Waspik gaat verbinden. Het moet een ontmoetingsplek worden. Waar jong en oud uit Waspik hier komt kijken, spelen, elkaar komt ontmoeten, een praatje komt maken. En zo hopen we samen met de contacten met de gemeente dat ook echt te realiseren op deze plaats.